Wij vertrekken naar Auschwitz en dan fietsen we terug richting Westerbork. En dan pakken we ongeveer de route die Anne Frank 80 jaar geleden heeft bewandeld. Een bijzondere tocht die de Wounded Warriors gaan afleggen. Wilbert Beurskus en Harry Bratinga treffen de laatste voorbereidingen voor de tocht, waarmee ze aandacht vragen voor de arrestatie van Anne Frank en haar familie, nu 80 jaar geleden. De veteranen volgen de weg die Anne toen ook moest afleggen, maar dan in omgekeerde richting. Het Wounded Warriors Cycling Team is een groep veteranen die niet zonder fysieke of mentale kleerscheuren in de maatschappij naar een missie is teruggekeerd. Een paar jaar geleden ben ik bij deze club gekomen. Via een collega. En toen ben ik als buddy bij de club gegaan. Om met jongens die PTSS hebben, om daarmee te gaan fietsen. En op het moment als ze moeilijkheden hebben, om ze dan te ondersteunen bij datgene wat hun overkomt op dat moment. En zo heb ik een aantal tochten met die jongens gefietst. Ik ben zelf werkzaam bij de politie. En 2 jaar geleden, toen op 4 juli, toen knapte er iets. En ik kwam thuis te zitten. Ik dacht zelf met een burn-out. En binnen een week werd de diagnose al gesteld dat ik zelf ook PTSS had. Werkgerelateerd. En op dat moment had ik ontzettend veel last van de casussen die ik in die periode dat ik bij de politie heb gewerkt had meegemaakt. En de emoties die vlogen mij echt letterlijk om de oren. En dat doet het nu nog steeds. Ik heb therapie, een gedeelte van de therapie al gehad. Maar het is een beetje een worsteling. Het ontdekken van mijzelf, waar sta ik, wat kan ik en wat kan ik niet meer. Harry werd dus van Buddy ook een PTSS-patiënt. Iets wat hij zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Ja, ik vond het ook zelf eigenlijk wel, moet ik zeggen, bijzonder, chockerend. Ik weet het niet hoe ik het moet noemen. Maar ik had namelijk nooit gedacht dat PTSS in mij zat. Ik was op het werk altijd vrij rustig, in balans, hè, zoals ik het zelf noem dan, in balans. En ik werd niet zo gauw gek. En op die bewuste dag toen... Toen knapte er iets en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er van alles en nog wat mijn lijf uit wilde. En ik had daar ook gewoon geen grip op. Het kwam eruit op de momenten dat ik het niet wilde. Op de fiets stappen helpt zowel Harry als Wilbert. Beide hebben te maken met een posttraumatische stressstoornis. Een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van een schokkende traumatische ervaring. Het fietsen helpt. Mensen zien het ook aan mij. Die zien ook puur aan mij van, er is een andere Wilbert als 6 jaar geleden. Hij wordt ieder jaar, straalt hij, de ogen gaan open, de zwarte plekken, zijn zwarte ogen gaan weg. Ik heb nu meer rust gekregen in mijn leven. Maar ja, door bepaalde gebeurtenissen van jaren geleden is het zo gelopen hoe dat het is gelopen. En ja, ik doe het er maar mee en ik ga door. Ik blijf er niet bij neerzitten. Als ik mee fiets, ik hoef niks uit te leggen aan mijn maatjes. Op het moment dat ik verdrietig word of boos word, dan wordt dat begrepen. En dat is gewoon heel fijn. En het enige wat ze dan vragen is van, goh, waar heb je op dit moment behoefte aan, Harry? En dan kan ik dat aangeven. En dat is voor mij dan ook op dat moment helpend. Als ik het druk heb gehad of een drukke periode heb gehad, dan spring ik 's avonds op die fiets en dan 1,5-2 uurtjes ben ik weg en dan kom ik thuis en dan straal ik weer. Zoveel betekent het? Zoveel betekent het voor mij. Had mij dat 10 jaar geleden gevraagd, dan had ik gezegd van, je bent niet goed. Ik geloof er niet van dat ik dat ooit leuk ga vinden, maar ik vind fietsen leuk en daarom doe ik af en toe onmogelijke dingen die ik voor mezelf onmogelijk heb geacht. Het team van in totaal 15 fietsers maakt vanaf 31 augustus tocht van Auschwitz naar Westerbork. Een bijzondere reis, dat is nu al zeker. Het is met dezelfde groep waar we 2 jaar terug mee naar Bosnië zijn geweest en waar ik 9 jaar geleden ook mee naar Bosnië ben gegaan.
voor mijn eigen verwerking. En nu deze uitdaging. Zondag zijn we in Auschwitz. Dan hebben we een uitgebreide rondleiding. Ik zie daar wel tegenop. Dus dat zal best wel heel veel impact hebben. Dat zal ook wel weer de nodige slapeloze nachten worden. Want ja, goed, de energie die daar hangt, wat ik gehoord heb, en ik ben er nog nooit geweest, dat moet best wel heel heftig zijn. Dus ja, we gaan het meemaken en ik wil het ook graag meemaken. Maar ja, goed, het zal wel heel veel energie kosten.